Hi, ik ben Thomas van Beursbox.nl. Ik ga het hebben over Oekraïne en dan de situatie bij Robotyne. En dat is die plek waar Oekraïne in de zomer dus een hap uit het Russische stuk heeft gehaald, in het zuiden van Oekraïne. En we zien nu dat Oekraïne daar behoorlijk onder vuur ligt en ze terrein moeten prijsgeven. En ja, daar horen we heel veel van, oh het is allemaal zo groot wat de Russen daar doen. En ik wil hen laten zien hoe het er daadwerkelijk voor staat, want er zijn veranderingen. Maar we moeten het wel eventjes zien zoals het daadwerkelijk is. En dat kan via de Deep State Map, die wordt goed bijgehouden. En ik ga terug, ik ga hem laten zien. Dit is de situatie op 27 december. Nou, dit is eigenlijk zo min of meer zoals het in de zomer werd achtergelaten. En dan zie je eigenlijk eind december zie je wat gebeuren. We zitten nu 29 december. En dan komt ineens 30 december en dan zie je hier een enorme beweging. Dat die Russen daar echt serieus een stuk hebben weggenomen. Dus dat is zeker waar. Je ziet in één komt die brede aanval op alle kanten, van alle kanten af. En daar hebben ze serieus wat terrein teruggewonnen. En dan gaan we verder. 31 december, we zitten nu in januari. En ondertussen klik ik dan door. En dan zie je hier dat er een klein beetje, ik ga even terug naar 7 januari. Dan zie je, dan moet ik naar 6 januari waarschijnlijk. Sorry, ja, 6 januari, 7 januari. Dus het is vloeiend, maar niet zo heel erg vloeiend. Maar er zit beweging in. En als we dan kijken, dan zien we hier ook weer wat gebeuren. Dan gaan we even terug. Dat is 11. Dat is 12. Russen komen we hier weer op zetten. Ja, dan hoor je van ja, er is zoveel beweging. Nou, we zien het niet. Die is er wel. Er zijn heel veel aanvallen. Iedere dag wordt er aangevallen. Maar je ziet, het doet zo weinig. Dus in de meeste gevallen zijn die aanvallen van de Russen niet succesvol. 30 december was dat wel. Toen hebben ze een verrassingsaanval gedaan en dat hebben de Oekraïners nog niet terug weten te krijgen. Nou, wat is hier de bedoeling? De Russen willen dit weer gewoon glad hebben. Dat is voor hun veel makkelijker. De Oekraïners willen dit niet opgeven, want ze hebben er zoveel moeite voor gedaan. Dus worden er eigenlijk relatief veel handelingen verricht om die situatie daar voor Oekraïne te behouden en voor de Russen te veranderen. Ja, en dat zal voorlopig nog wel even blijven. De Russen hebben hier relatief goed materiaal. Verder naar het westen toe wordt dat minder. Maar hier is de aanvoer nog ja, redelijk goed. Het is niet zo dat er echt enorme problemen zijn. Het is wel zo dat Oekraïne de aanvoerlijnen hier weet te bestoken. Niet constant, maar af en toe met wat HIMARS weten ze toch wel wat te raken. Maar het is niet zo erg als bij Kherson voor de Russen. En ja, dat is dan hier die situatie en ik verwacht niet dat hier snel iets gaat veranderen. Het is uiteraard ook hier zo dat Oekraïne een gebrek aan munitie heeft. Dus ze moeten pappen en nat houden en proberen het verlies te beperken. En de hoop die Oekraïne heeft, maar dat geldt over heel dat front, is dat het Westen toch afkomt met nieuwe munitie. Zodat ze met nieuw elan weer iets kunnen gaan doen. Deels is dat munitieverhaal ook een propagandaverhaal. Want Oekraïne gaat heus niet vertellen dat ze munitie hebben binnengekregen. Nee, dat wordt een leuke verrassing voor die Russen die ineens een klap krijgen. Dus realiseer je dat al het nieuws wat we krijgen vrijkomt omdat de partijen dat vrij willen geven. En ook niet nieuws is dus nieuws. Dus het gebrek aan munitie is nu het nieuws. En dat zal deels kloppen, maar ja, wat ik al zeg, het kan dus ook zo genoemd worden terwijl de situatie is veranderd. Wanneer komen die F-16's? Ja, dat is ook zo'n punt. Een week voordat jij het hoort, komen die. Ja, zo werkt dat met propaganda en ze gebruiken dat. Het is namelijk een wapen. En het wapen kan je gebruiken om publieke opinie te veranderen, maar je kan het ook gebruiken om je tegenstander te verrassen. Nou, en als Oekraïne ergens goed in is, dan is het in het verrassen van die tegenstander. Dus ik ben heel benieuwd wat de volgende verrassing voor de Russen gaat zijn. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik de volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf in op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!